Een gestolen vrachtwagen heeft voor een grote ravage gezorgd in de buurt van Bijk. De vrachtwagen ramde maar liefst 7 personenauto's en daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Woensdagochtend om 11:30 ging het helemaal mis op het kruispunt van de Rijksweg Zuid en de Prins Mauritslaan. Dat is de afrit van de A76 bij Bijk. Bovenaan het kruispunt stopte de vrachtwagen echter niet. Hij reed door en knalde in totaal op 7 personenauto's. Later bleek dat de vrachtwagen was gestolen in Belge. De ravage was enorm en de hulpverlening kwam dan ook snel op gang. Meerdere bestuurders waren gewond geraakt, ene zelfs zwaar gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur zou gewond zijn geraakt door de klap. Hij werd als veroorzaker van het ongeval aangehaaid door de politie. Een aantal auto's waren zeer zwaar beschadigd geraakt door de klap. Nadat de slachtoffers waren afgevuurd, had de politie uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Ook werd natuurlijk nog onderzocht waarom de vrachtwagenchauffeur in een gestolen vrachtwagen reed. De Rijksweg tussen Gelein en Bijk is een tijd lang afgesloten geweest voor al het verkeer. Later werden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.